Ik ga jullie uitleggen hoe de steunpoten onder een Jack's Choice bank gemonteerd moeten worden. Steunpoten zijn extra poten die geleverd worden naast de designpoten die zichtbaar zijn onder de bank. Zij dienen voor extra stabiliteit bij een hoekbank. Veelal worden er twee extra steunpoten geleverd. De vraag is, afhankelijk van de opstelling, of we ze ook allebei nodig hebben. Ik ga jullie laten zien hoe ze gemonteerd moeten worden. Allereerst hebben we een poot met daaraan een draadeind, dus een ronde, metalen of kunststofpoot. Daarbij wordt er een kunststofring geleverd ter bescherming van het onderdoek van het bank. De steunpoot wordt veelal aan de zijde van de arm gemonteerd. In dit geval is de positie waar de poot ingedraaid moet worden gekenmerkt. Dit is helaas niet altijd het geval bij onze modellen. U kunt hem eigenlijk voelen, er loopt hier een richel met daar omheen een houten plaatje. En daar kunt u eigenlijk een voorgeboord schroefgat voelen. Nou, als u daar de poot opzet en u tikt hem er rustig doorheen, dan draait hij hem gewoon vast door het doek heen in het daarvoor bestemde gat. Indien de stijlpoot gemonteerd is, draaien we met twee personen de bank even om. Het is belangrijk om hem rechtstandig op te tillen en hem ook op deze wijze neer te zetten, zodat er geen druk op de achterste poten komt te staan. Vervolgens kunnen we de bank rustig inhaken.